Ja, goedenavond. Leuk dat je kijkt naar de Wielerflits Live, de enige Nederlandse talkshow over wielrennen. De komende uur praten we hier weer bij over de wielenactualiteit van de afgelopen week. En dat doe ik zoals altijd met Jurie en ik. Goedenavond. En met onze gast van deze week, AD-journalist Arjen Schouten. Goedenavond. Heb je er dit van vandaag gezien in Catalonië? Ik heb hem uitgekeken, ja. Ja, het is je gelukt. Ik ben wakker gebleven ook nog. Ja, goed. Praten we zo meteen over verder. De stelling van de week deze week luidt, die gaat over het steren. We hebben het natuurlijk over Milaan-Sanremo. Moet UCI harder daartegen optreden? Laat even weten wat jij daarvan vindt, of je dat vindt. De tussenstand is eigenlijk wel verrassend gemengd voor wielenflits begrippen. 51% vindt dus inderdaad dat UCI harder moet optreden. 49% oneens. Het zijn eigenlijk cijfers die we niet zo gewend zijn op deze manier. Normaal gesproken is Wielerflits uitgesproken. Nee, dat klopt. In die zin is dat inderdaad altijd wel het geval dat het vaak één kant op draait. Of helemaal eens of oneens. Of wat de andere keuzemogelijkheden zijn. Maar vorige week of twee weken terug had het volgens mij ook al dat het inderdaad redelijk gelijk was. En nu weer. Goed, komen straks uitgebreid over te spreken. Doe dus vooral gezellig mee. Reageer in de Facebook chat of via Twitter bijvoorbeeld. Hashtag WFLive. Dan gaan wij nu even naar de actualiteit van vandaag. Dat is eigenlijk triestig nieuws, want ook het peloton is min of meer, heeft min of meer te maken gehad met de aanslagen vandaag in Brussel. En dan hebben we het natuurlijk over de wedstrijd die morgen op het programma staat, dwars door Vlaanderen. Gaat die door, al dan niet? Dat is even de vraag die ons op dit moment bezighoudt. Vlak voor de uitzending sprak ik met Belga wielerjournaliste Ann Braakman en ik vroeg haar naar de stand van zaken. Laten we even naar kijken. Well, het is zo dat momenteel eigenlijk beslist is toch van de organisatie uit om de wedstrijd morgen te laten doorgaan. De organisatie zegt zelf dat zij de veiligheid kan garanderen. De organisatie wil zelf ook dat de wedstrijd plaatsvindt. Dus zowel de start in Roeselare als de finish in Waregem zegt van ja, kijk, er zijn genoeg veiligheidsmensen voorzien. Het kan doorgaan. Dus op dit moment gaat alles door. Tenzij er in de loop van vanavond of morgenochtend nog een beslissing wordt genomen door de hogere overheid dat het toch niet zou mogen plaatsvinden. Omdat je moet weten, zo'n wedstrijd, ja, dat vraagt wel wat politie inzet. En de vraag is die er voldoende overal langs het parcours ook? Want ja, er worden nu manschappen gebruikt, elders ook. Dus vandaar dat het nog niet 100% zeker is, maar toch wel redelijk zeker. En de organisatie gaf ook aan vanavond rond 5 uur van kijk, wij gaan ervan uit dat het doorgaat. We hebben tot nu toe nog altijd geen bericht gekregen dat het echt niet mag. Dus we gaan ervan uit, er is een ja, maar misschien heel misschien later vanavond of morgenochtend een nee. Ja. Is überhaupt nog getwijfeld of het wel moet koersen? Er zijn geloof ik nu een aantal dagen van rouw afgekondigd. Dat dreigingsniveau is op het hoogste niveau in België. Wordt daar dan nog bij stilgestaan, buiten dan alleen maar de politieagenten, of die voldoende zijn? Ja, natuurlijk wordt erbij stilgestaan van ja, kan dat wel een wielerwedstrijd laten plaatsvinden een dag na zulke zware aanslagen? Maar de vraag is ook in het peloton zelf van ja, we kunnen ons toch niet laten kisten, we kunnen toch niet zomaar stoppen met ons gewone, ons normale leven, omdat er een aanslag net plaatsvindt. Walter Plankaert, ploegleider van Topsport Vlaanderen, gaf ook aan van ja, we moeten gewoon koersen. Dat is het enige dat we kunnen doen, tonen dat we niet geklopt zijn, dat we ons niet laten doen en echt in dat peloton rijden. Ja, maar goed, ik begreep, de consequenties zijn eigenlijk sowieso ook voor het peloton, omdat heel wat renners vandaag op Zaventem zouden vliegen om morgen gereed te zijn voor de wedstrijd. Die doen nu niet mee? Ja, er zijn een aantal ploegen. Ik heb net de deelnemerslijst even bekeken. Ik denk dat er 163 aan de start staan. Dat is iets minder dan voorzien. Giant Alpecin zal niet starten, omdat de renners er niet geraakt zijn. Er zijn maar 4 van de 8 renners van Movistar. Dus er is ook slechts met 6. CCC is ook slechts met 6. Dus een aantal ploegen zijn niet voltallig, omdat de luchthaven is gesloten. Dus het is moeilijk om er te geraken. Trek Segafredo, Dirk de Mol, de ploegleider, gaf aan van ja, het was echt niet gemakkelijk vandaag om iedereen in België te krijgen. Maar kijk, het is ons toch gelukt. Dus ze gaan morgen voltallig starten. Maar hij gaf bijvoorbeeld wel aan van ja, Fabian Cancellara, die morgen niet deelneemt aan de dwars door Vlaanderen, die is niet in België geraakt. Dus we weten niet of hij er morgen wel zal raken. Hij ging eigenlijk een training doen op Vlaamse wegen, al even verkennen. En dat wordt nu
gouverneur van West-Vlaanderen in ieder geval heeft bevestigd dat de wedstrijd voorlopig door kan gaan. Maar goed, er kan eigenlijk nog van alles gebeuren. Maar goed, het is vooral... Arjan, jou, hoe heb jij dit nieuws vandaag gevolgd? Was jouw eerste gedachte van gaat die wedstrijd dan wel door? Mijn eerste gedachte is dat je het eigenlijk nooit goed doet. Hè? Ja. Want als je massaal in de remmen knijpt, dan zou iedereen zeggen je zwicht voor terreur. En stap je allemaal op, dan zou iedereen zeggen je koerst terwijl je zou moeten rouwen. Ja. Dus je doet het nooit goed. Ik ga morgenochtend naar Roeselare en ik zie wel wat er gebeurt. Kijk, als er niet gekoerst wordt, is het ook een verhaal. Want dat gebeurt niet heel vaak. Ik denk dat het wel gewoon door zou gaan. Alleen, het zal net als vorig jaar met de wereldbeker in Kokzijde veldrijden. Ja. Was net na Parijs. Het zal een hele gekke setting zijn. Heel veel militairen. Ja. Uitgedost met herdershonden, kalasnikovs om hun nek. En zelfs ploegleiders moesten daar hun rugzakken open doen om te kijken of dat er geen bommen in zaten. Dus in zo'n sfeer zal het wel weer plaats gaan vinden. Ja, en dat vooral in deze periode. Er waren natuurlijk al berichten ook naar buiten gekomen voor de Ronde van Vlaanderen, waar geen rugzakken toegestaan worden. Ja. Extra politie. Nou, nu al ook in Dwars over Vlaanderen, wat eigenlijk, nou ja, als je er normaal naartoe zou gaan, een hele gemoedelijke kleine wedstrijd is. Zeker. Ja, dat is dan toch een heel jaar heel anders zijn met alle denk wel terechte aandacht daarvoor. Ook het peloton zelf, wat ik net al zei, getroffen in die zin. Vlak voor de uitzending sprak ik ook met Floris Schertz, die morgen namens BMC aan de start staat van Dwars door Vlaanderen. En ik vroeg hem hoe hij eigenlijk vandaag zijn dag eruit zag, hoe hij het nieuws ervaarde. Ja, in het begin van de dag wist ik niet van, je weet niet zo goed of het wel of niet doorgaat, zeg maar. Ja, en dan blijkt ook dat die aanslagen echt heel ernstig zijn met echt heel veel doden ook. En ja, iedereen zegt natuurlijk altijd van ik weet niet, het is een beetje apart. Het komt wel redelijk dichtbij ook. Ik was ook in de auto, reed ik hier naartoe en af en toe zie je een politieauto voorbij razen met sirenes en iedereen gaat snel aan de kant. En, ja. Iedereen gaat wel door met zijn dingetje, maar ja, het hakt er wel in, denk ik, overal. Nou, worden al van meer renners die niet de wedstrijd kunnen fietsen omdat hun vlucht is gecanceld richting Zaventem. Hoe zit dat bij jouw ploeg? Zijn er ploegmaten die morgen niet aan de start verschijnen? Nou, voor zover ik weet is iedereen hier veilig aangekomen, zeg maar, en hebben ze gewoon een andere vlucht geboekt. Zijn ze allemaal op reis gevlogen? Ja. Of ergens anders? En zijn ze. Ja, ze zouden ook eerst op Zaventem vliegen hoor. Maar hebben ze het omgeboekt en. Ja, die zijn hier allemaal wel aangekomen. Dus dat scheen wel redelijk mee te vallen. Ja. Hoe zit dat binnen het peloton? Is er angst? Wielrenners zijn kwetsbaar, wielerwedstrijden zijn kwetsbaar. Ja, is er angst op terreurdreigingen in het peloton? Zover jij weet? Je bent altijd in het publiek. Dat maakt je heel kwetsbaar natuurlijk. Ja. Maar ik denk niet dat wij per se veel kwetsbaarder zijn voor dit soort dingen dan bijvoorbeeld het publiek zelf. Ja. Bij jou geen angst? Nee, ik heb niet zozeer angst voor zeg maar een bom of zo. Zeg nee. Maar dat kan ook onterecht zijn hoor, dat weet ik niet. Dat kan ik niet inschatten. Ja, geen angst bij Gerts. Terwijl wielrennen, er wordt altijd van gezegd, ja, het is natuurlijk super kwetsbaar. Qua beveiliging valt het reuze mee. Kwaadwillenden zouden zomaar hun gang kunnen gaan. Het gebeurt eigenlijk niet. Nou, ik herinner me toch nog de laatste etappe van de Tour de France vorig jaar. Liep er zomaar een of andere rare vogel. Die gek in het wit. Met een wit laken zomaar door het peloton heen. En het hoeft maar één keer te gebeuren. Ja. Op een vliegveld gebeurt het ook niet zo vaak. Maar je ziet wat het teweeg kan brengen. Ja. Vorig jaar, dat stond het eerste wat alweer bij mij opkwam. Ook in de Frankfurt. Rondom Finansplatz. Ja. Afgelast toen ook vanwege een mogelijke bomaanslag. Dus helemaal vrij van terreur is het wielrennen niet. Maar laten we hopen dat in ieder geval het echte... Maar is het dan raar dat hij bijvoorbeeld nu dan morgen Dwars door Vlaanderen wel doorgaat? Terwijl vorig jaar er natuurlijk vooraf in Frankfurt niet een aanslag zoals in Brussel gepleegd is. Daar was natuurlijk wel, ik meen, echt een daar was een hele specifieke aanwijzing dat daar wat zou gaan precies, gebeuren. Precies, op de route. Ja. En hier is natuurlijk het wielrennen, de wedstrijd zelf, geen doelwit.
Maar goed, je moet natuurlijk wel de politie mankracht hebben om de wedstrijd te beveiligen. Wat ook meespeelt, we hebben het wel over een wedstrijd tussen Roeselare en Waregem. Ja. Het is niet Frankfurt, het is niet Brussel, het is niet Amsterdam. Het is geen voetbalstadion dat bomvol zit. Maar tegelijkertijd moet je nog steeds niet denken wat er zou kunnen gebeuren. Ja, nee, laten we dat zeker niet doen. Ik hoop dat het dat die ook voor de wielerfans de wedstrijden komende weken gewoon door kunnen gaan. De langere gesprekken met Gerts en met Ann Braakman, die verschijnen vanavond op ons YouTube-kanaal. Dan gaan we door met waar we hiervoor zitten, de wieleractualiteit door te spreken. En vandaag een mooie wedstrijd aan de gang. De rit was wat tam, als ik het zo mag omschrijven. Precies. Zacht uit. In Catalonië. De tweede voor de Buhani. Ja. Waarbij het een etappe weinig spannend was. Maar die finale, Jury, wij keken hem even bij mij thuis. Ja. Zaten toch weer een beetje te mopperen over die Buhani, over die rechte lijn sprint al dan niet. Nou, de commentator op Eurosport zei er niks over. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Arjen? Nou, hij trok hem wel heel veel naar links. Maar ik geloof niet dat hij de enige was die dat deed. Ja. Maar hoe keek ik er naar? Hij is wel duidelijk de snelste daar. Dus hoe hij het doet, doet hij het. Maar ik denk dat hij zich nog steeds voor de kop slaat dat hij in Sanremo niet gewonnen heeft. Ja. Zijn die ook na afloop van deze zegens? Die zijn nog altijd. Maak dat niet goed. Maak dat absoluut niet goed. Nou, natuurlijk ook wel te begrijpen, want hij was natuurlijk ook wel dichtbij. Ja, hij was er dichtbij. Niet, Jury? Ja, hij was er dichtbij, maar ik zeg niet dat hij gewonnen had. Nee. Nou goed, laten we gisteren de wedstrijd van start gegaan in Catalonië. Maar dan weer gelijk in Nederlands uitvallen waar we eigenlijk al met argus ogen naar keken. Kelderman. Ziek geworden natuurlijk. Of tenminste, eigenlijk net als heel veel renners die in Parijs-Nice gereden hebben. Ook nu ziek. Zonde voor de ploeg, omdat ze toch wel met qua klimmers eigenlijk met de sterkste ploeg daar rondreden. Die zij mogelijk kunnen opstellen. Dus wat dat betreft een hele aderlating. Want nu valt de druk op alleen Gesink. Ja, je zei al ziek uit Parijs-Nice. Als je kijkt, de laatste dagen regent het aan het ziekmeldingen van renners met koorts, met griep. En toen gingen we inderdaad eens kijken, allemaal vanuit Parijs-Nice. Ja. Ik was in het Ireno, maar ik heb geen berg gezien. Dus zo koud is het daar niet geweest, moet ik zeggen. Nee. Dus, toch waarschijnlijk die afgelaste, wat dat betreft misschien de juiste beslissing geweest van Tireno om die bergetappe, die besneeuwde bergrit te cancelen. Nou ja, of dat een juiste beslissing was, dat doe je ook nooit goed. Ja. Want uiteindelijk lijkt er geen sneeuw te liggen en dan is iedereen het daar toch weer niet mee eens. Ja. In Parijs-Nice dus wel. Ja, gereden, maar dat kon eigenlijk uiteindelijk niet. Uiteindelijk toch niet. En nu blijkt inderdaad wel, of het daardoor komt, zullen we niet weten, maar het blijkt dat er uit Parijs niet zo veel renners zijn. Behoorlijk, dat zie ik ook wel in Dennis gestopt. Chris Boekmans, die natuurlijk niet Parijs niet reed, maar die wel ziek. Tim Wellens was afwezig in Milaan Sanremo. Tom Dumoulin, afwezig in Milaan Sanremo. Vandaag weer tijd verloren. Dus ook nog steeds niet helemaal hersteld. Nee. Vraag je eigenlijk wel of waarom ga je een stapje op de fiets als je ziek bent? Ja, dat zal hij zichzelf misschien ook afvragen. Maar waarschijnlijk heeft hij toch een analyse gemaakt. Ben ik goed genoeg zodat ik hier doorheen sla en dat ik hier ook weer wat aan ga hebben? Toch even om de kilometers te moeten maken. Bovendien, hij haalt nog steeds de finish. Hè? Ja. Dus, en als we bij Catalonië blijven, ik heb zelf de voorbeschouwing geschreven. Er ligt toch nog wel aardig wat sneeuw bovenop Port-Anet, de koninginnenrit. Ja, er lag afgelopen weekend nog 75 centimeter sneeuw, dacht ik, op 1600 meter hoogte. En ze moeten nog 300 meter verder omhoog. Dus misschien dat die rit er ook uit gaat. Het was al de piste, hè, volgens mij. Ja, dat klopt, het was maar goed. De piste, niet op de weg, wat dat betreft. Nee, oké, maar zou nog tot donderdag 22 centimeter bijkomen. De kans is er altijd. Onze Spaanse correspondent Edwin Winkels laten vertellen dat het niet direct problematisch zou zijn. Nou, dat zou mooi zijn natuurlijk. Dat is de man ter plaatse, dus die geloven we maar. Het weerprotocol van de UCI, dat kan nog eventjes achterwege blijven. Misschien hopelijk in de kast blijven. Nou, laat die voor de wedstrijdbeelden hopen en ook voor volgende week. Dan Milaan Sanremo afgelopen zaterdag, de eerste klassieker van het jaar. Laat ik een hele algemene vraag stellen. Wat vonden van de wedstrijd, Arjen? Als je de laatste 25 minuten buiten beschouwing houdt, vind ik het oerzaai. Maar ja, dat is elk jaar. En dat gaan we elk jaar weer zeggen allemaal. Dan tuimelen we allemaal over elkaar heen om te zeggen dat hij zo lang is en zo saai.
Maar ja, daardoor heeft Milaan-Sanremo wel echt een stempel. En ja, daar houden ze toch al een krappe 100 jaar mee vol. Dus in die zin het een wedstrijd die ik verwacht had, zeg maar. Ik had dit jaar wel het gevoel, ik vond het extra saai. Ik heb eigenlijk de eerste keer gehad dat ik dacht van, waarom zit ik eigenlijk te kijken? Ja, maar er gebeurde ook niks. En normaal is het bij Milaan-Sanremo wachten eigenlijk. Nou, Cipressa, af en toe gebeurt er wat. Ja. Nu ook wat schermutselingen. En aan de Poggio, dan gebeurt het. Daar zit je echt de hele middag, terwijl je duizenden andere dingen had kunnen doen. Daar zit je op te wachten. Maar gebeurde gewoon niks op de Poggio. Gewoon helemaal niks. Nee. Werd doorgereden, maar geen aanval, helemaal niks. Nee. Nou, ik sprak Tom Dumoulin daarover, waar mijn collega Daan en ik hadden een verhaal gemaakt over hoe win je nou Milaan-Sanremo. Tom Dumoulin die had het erover dat hij vorig jaar op de Poggio reed. Echt op zijn max. En toen was hij heel goed. En toen werd hij gewoon bijna gelost. En Gilbert probeerde het vorig jaar. Van Avermaat probeerde het vorig jaar. En die komen gewoon op 5 meter. En dan worden ze weer ingerekend. Ja. Omdat die hele versnelling na zoveel kilometer gewoon helemaal afgebot is. Dus zelfs die puntjes hebben niet meer de kwaliteit om dan weg te... Het is de makkelijkste wedstrijd om te rijden. Maar de moeilijkste om te winnen. Ja. Dat vond ik eigenlijk al een hele mooie... Ja, maar kijk maar hoeveel mensen eruit rijden. Ja. Dan geven we er weinig op, hoor. Ja. Ja, of je moet in een afdaling even je fiets afkukelen. Ja. Wat ook veel gebeurt. Ja. Ja. Zo weinig als er voor de finish gebeurde, zoveel gebeurde er eigenlijk na de finish. Met hier Demare als winnaar. En zijn al dan niet onterecht terugkeren in het peloton. Gevallen. Samen met Matthews onder andere, die overigens ook terugkeerde. Daar hoorde dan weer niemand over. Maar Demare werd dan beschuldigd. Van onrechtmatig gewoon aan de via de auto's naar boven zijn gekomen. Ja. En door welk kamp werd hij beschuldigd? Nou, de Cofidis werd gesuggereerd, ja. Maar goed, het verhaal van Buani natuurlijk die daar rijdt. Ja, Cofidis, maar het verhaal kwam naar buiten via die Italiaans, uit de Italiaanse hoek, hè? Ja, uit Astana. Tossato en Capecchi, dacht ik. Capecchi van Astana, die kwamen ermee naar buiten. En daarna nog eigenlijk een hele hetze, wat volgens mij ook vanuit websites, Italiaanse websites, met foto's die helemaal niet klopten. Er kwamen foto's naar buiten van de Turchino. Ja. En zeggen ze van, kijk, hier rijdt Demare aan de auto de Cipressa op. Maar... Klopt je zag het niet. Nee. Maar is Nibali ook niet eens voor zo'n vergrijp ergens uit een wedstrijd? Ja, voor Vuelta. Ja, maar als Vuelta, maar was vol in beeld vanuit de helikopter. Ja. En hier zijn het echt alleen maar meningen. Nee, maar ik bedoel meer, je moet echt zien wie communiceert het. En Het is wel waar. En het is ook zo, en Maxime zegt het net ook al, Matthews, die doet het, of tenminste, die reed met Demare, Cipressa en de Poggio op. Ja. Daar hoor je niemand over. Als Demare niet wint, hoor je er ook geen kop over. Nee. Dat is het scheve van deze hele situatie, vind ik. Maar goed, dan was Martijn Hendricks van de NMS, die was er snel bij toen heel kort eventjes die Strava-vuil van Demare erop stond. Maar dan had hij dat verdwijnt dan. Waardoor er daar natuurlijk weer de vermoedens aanzwengelt. Ja. Of niet, is dat terecht? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Later plaats hij hem gewoon weer terug en dan is eigenlijk te zien dat... Ja, en dan willen de complotdenkers geloven dat hij eerst een foefje ermee uit heeft gehaald. Weet je wel, dat hij een vermogensmeter heeft. Als hij bij een wifi-spot komt, dat het automatisch gepost wordt. Dat hij het daarna afhaalt. Dat hij er even aan gaat sleutelen. Ja, maar dat kan toch ook niet? Oh nee? Je hebt zo'n website, Digital Epo, heet dat geloof ik. Is het zo? Ik heb er nog nooit van gehoord. Twee weken geleden een halve marathon gelopen voor het eerst. En ik drukte per ongeluk na 18 kilometer op het stopknopje van mijn Garmin. Ja, ik wilde toch wel één vuil en ik tikte het op Google in en het is echt, als ik het kan, nou dan kan iedereen het doen. Ja, nee, even wat bewerken. Ja, maar dan zou hij dus opnieuw de Poggio op moeten zijn gaan rijden. Nee, dat hoeft niet eens. Je hebt gewoon van die programma's, dan kan je gewoon het goed aanpassen. Wat dat betreft zou je dus allemaal King of the Mountains bij Strava zelf kunnen... Ja, goed, maar zelfs jij en ik. Ja, oké. Okay, maar dan word je wel geflekt. Ja, logisch, maar... Nee, maar goed, het is natuurlijk wel weer zo... Je hoort er nu al niet meer zoveel over. Ja. En ik denk, volgende week spreekt er helemaal niemand over. En als je hem over de 2 jaar in de boeken ziet staan, dan is daar het vergeten. Gaat om, en hij heeft wel die monumentale overwinningen in zijn zak. Wat vonden we eigenlijk van hem? Hadden we verwacht dat hij hier met de zege aan de haal zou gaan? Nou, dat had niemand verwacht, want hij stond nergens op een lijstje. Ja. Dus, eigenlijk het hele podium niet. Ik bedoel, het zijn geen gekke namen die erop staan. Is dit een podium dat voor Milaan-Sanremo monumentaal waardig is? Dat vroegen sommige mensen zich af. Roeland, Demare, Goed, dat werd ook ooit gezegd van hele jonge Cavendish die dan weliswaar maar de Scheldeprijs won. En er werd ook gezegd, wat moeten we met deze onbekende rennen kijken wat het geworden is? Deze rennen zijn natuurlijk wel allemaal al iets ouder. Misschien kan je die vraag over 10 jaar ook beter beantwoorden. Maar of het nou monumentwaardig is, het is de realiteit. Misschien zijn dit ook wel de renners van de toekomst. Het zijn wel redelijk... Het blijft wel een gekke wedstrijd, hè? Wie won de laatst? Gerde Mann of Ciolek? Ciolek, die in 2013. Toen was ik daar, toen zat ook iedereen bij die persconferentie van... Ja, goed, oké, Ciolek.
Had ooit is de gele trui gedragen, jaren geleden geloof ik. Dat is de jongste Duitse... Ja, maar ja, of, niemand Duitse verwacht dat hij die zou winnen. Het blijft een loterij, Milan Sanremo. Want de mannen die we wel verwachten zaten er bijna allemaal bij. Ja. Werden uitgeschakeld door één move. Ja. Ja. De val van Gaviria zorgde ervoor dat mannen als Sagan, Cancellara was direct weg. Roelands vond ik wel heel sterk. Die zag dat direct, maakte er direct gebruik van. Met een hele sterke jump. Die tot op 50 meter zelf dacht, ik ga hier winnen. Ja. Maar de val van Gaviria, overigens, waarvan ik totaal niet had verwacht dat hij dit nu al kon. Nee, heel knap. Ja, hij is voor 22 jaar neoprof. Mensen hadden hem getikt, maar ik denk, 300 kilometer. Precies, want van hem werd al gezegd, dat is veel te ver, dat is nog te zwaar voor zo'n jonge renner. Ja. Ja. Normaal gesproken wel, maar dit is dan misschien wel zo'n volgend supertalent. En hij rijdt morgen ook, hè, zag ik. Ja, morgen rijdt hij ook, gewoon in het Vlaams. Ja, mooi. Die jongen die is alleen maar op de fiets zit. Ook nog op de baan gereden. Precies, van wereldkampioen op de baan naar Sirena. Het had wel een prachtig verhaal geweest natuurlijk. Wereldkampioen worden op het Omnium en twee weken later Milan Sanremo in. Ik sluit niet uit dat we dat verhaal nog wel een keer moeten schrijven. Waarschijnlijk, want ik zei het gekscherend tegen Maxime vanmiddag. Had het er eventjes over. Ik zei, die wint nog 6-7 keer Milan Sanremo. Maar dat zou zomaar kunnen. Hij is pas 22. Ja. En als hij dit nu al kan, want hij reed in de finale alle gaten dicht. Ik dacht, is het de Stibar. Ja. Maar echt knap. Petje af, Overigens ook weer Cancellara die al super bezig is. Het is net wat jij net zei. We hebben in die finale, in die laatste 8 kilometer, wij hebben het ook geschreven in de krant. Dat is echt een voorbode voor de lente geweest. Want je hebt iedereen gezien. Kwiatkowski, Cancellara, Sagan, Gaviria, Stibor. Iedereen zat er. Kwiatkowski die ineens verdween, die op weg naar de zegen was en ineens uit beeld was. Ik had het toch wel gezien eigenlijk, hoor. Ik had het wel inderdaad duidelijk gezien. Eigenlijk. Ja. Alleen ik had het ook niet gezien. Heb je op de Forza gekeken? Ik had ook op de bellen gekeken. En gewonnen? Heb je gevonden, Kwiatkowski? Nog steeds niet. Hij was volgens mij 24, 38 seconden. Ja. Oh, hij was Van Marco was 24 trouwens. Hij werd niet voorbij gehaald, maar op dat moment waren zij met... Door Cancellara en Sagan. Maar Michel Wuijs heeft er nog een interviewtje over gegeven. Ja, het wordt echt groot nieuws. Toevallig die ene milliseconde op een papier zat te kijken. En... laat me wel zijn. Volgens mij is het ook zijn allereerste misser, dus daarom praten we erover. Ja, precies. Goed, dan ook de Nederlanders. 14e plek van Tom Jeltslag, daarmee de beste Nederlander. Dan kijk je eigenlijk op de uitslag een mooie plek, maar in het koersverloop... Heb je het niet gezien? Nee, ik kwam wel volgens mij 6e of 7e over de top van de Poggio. Ja. Toen dacht ik, hey, daar hebben we Slachter. Maar dat was ook het enige wat ik daarna nog... gedacht heb van de Slachter. Hartstikke knap, zo is het niet. Maar het is helemaal zijn wedstrijd niet eigenlijk. Nee, dus het is wel super knap. Maar zie je dus ook dat je toch ook zo'n lange wedstrijd, toch zo lang gewoon kunt meefietsen, goed kunt meedoen. Maar verder... De Maar heeft ook maar een meter op kop gereden, maar het was wel genoeg. Dat is wel genoeg, zeker. Dan Boom, die wil ik nog wel even aanstippen, want die gaf wel een hele sterke indruk op. De Poggio, dan verbaasde hij zichzelf, verbaasde niet, maar was er wel zeer trots op dat hij die... hij voor het eerst met de voorste op kon rijden. Ja, en zelfs nog eventjes in de aanval ging met Calopin, dacht ik. Was Boom dat? Die zat heel eventjes in. Volgens mij wel. Hij reed echt heel sterk. Ik had het niet verwacht daar in ieder geval. Ja. Zeker niet in het eerste peloton. Eindigt 25e. Ja. En ook geen openingsweekend gereden. Moet nog helemaal aan zijn klassieker voorjaar gaan beginnen. Ja. Maar in deze vorm... Het lijkt wel dat hij sterk uit die crosswinter komt, of niet? Ja, inderdaad. Goed WK gereden ook. Ja. Ja. Toch weer, dat bewijst me weer waarom hij terug wilde. Dat zei hij ook, om die snelheid... Die explosiviteit terug te winnen. Nou, dat laten we zien of dat nog pas komt. Ja, en Dumoulin, daar hadden we natuurlijk wel op gehoopt. Benieuwd, bij zijn ploeg geen degenkop. Eigenlijk geen andere man die de ploeg goed zou kunnen dragen. We hebben nu naar Geschke mening gekeken, maar die hebben we niet gezien, die was ziek. Arjen, dan ben ik nog wel benieuwd naar jou. De klassieke staan nu te wachten. Wat zijn jouw favorieten? Heb jij een favoriete? Een favoriete klassieker bedoel je? Gewoon qua wedstrijd. Ja, ik vind Dwars door Vlaanderen dus een hele mooie. Dat is geen klassieker, dat is een semi-klassieker. Nee. Maar Dwars door Vlaanderen en de E3. Ja, ik vind ze eigenlijk nog bijna mooier dan Vlaanderen. Omdat Vlaanderen zo gehyped is en zo groot. Ja, Roubaix is dan weer anders. Maar ik bedoel echt in Vlaanderen. Mm-hmm. Dwars door Vlaanderen en E3 zijn ook wat korter, meen ik. 40, 50 kilometer korter. Gaan we zo rond de 200. Kunnen iets meer mensen aan. Bijvoorbeeld Dwars door Vlaanderen, volgens mij morgen heb je nog Nokere Berg op 8 kilometer voor de finish of zo. Dus het blijft ook echt gaan tot bijna tot een meet. Dat vind ik echt prachtige wedstrijden. Die ook vaak wat
ja, wat verrassendere namen opleveren. Kijk, de Ronde van Vlaanderen, Roubaix, ja, daar, kijk, als jij nu een lijstje maakt van 10 namen die daar kunnen winnen, denk dat je er 5 goed hebt van de eerste 5. Dat is zo zwaar dat het bijna voorspelbaar is. En daarom kies ik voor die semi-klassiekers, zeg maar. Ja, omdat daar ook wat sneller de renners van morgen, zeg maar, van de toekomst. Ja, dat is vaak zo inderdaad, dat er inderdaad jonge renners daar mee doen. We komen straks nog even uitgebreid over te spreken over die editie van vorig jaar, want het was een hele mooie van Dwars voor Vlaanderen. Ja. Een beetje kijkersvraag voor mensen thuis. Wie de beste Nederlander was? Nou, de getrainde wielerfan, die zal het geen lastige vraag zijn. Oké, de hele kopgroep nog trouwens. Ja. Nou, mag je zo meteen opleveren. Nee, Jury, wat is voor jou eigenlijk de leukste? Ja, ik vind zelf persoonlijk, maar dat komt puur omdat het gewoon mijn favoriete wedstrijd van voorheen altijd was. Toen ik nog wat minder in deze wereld zat, toch wel de Ronde van Vlaanderen. Die heeft gewoon voor mij alles. Dat is voor mij gewoon, ook ondanks de nieuwe finale? Ja, dat moet ik wel zeggen. Ik vind het jammer dat de Muur en de Bosbergen in die opvolging ertussenuit zijn geraakt. Want dat hoorde toch. Ja, dat hoorde bij de. Dat was de Ronde van Vlaanderen eigenlijk. En ik vind het wel heel jammer dat die er niet meer in zit tegenwoordig. Ja. Maar desondanks altijd nog wel een mooie koers. Absoluut, absoluut. Ondanks dat eind dan met die 3 keer Paterberg en. Ja, vind je dat niks? Ik vind het juist heel erg mooi. Ja. Maar het heeft niet. Datgene wat je juist met die Bosberg. Ik vond het juist leuk van die Bosberg. Ik heb er zelf al een paar keer overheen gefietst. Dan denk je van, wat is dit nou voor berg eigenlijk? Maar als je dan bedenkt dat je dat na 240 kilometer doet met al die andere bergen. Met net een maximaal versuring. Dan is het juist mooi dat zo'n relatief makkelijke klim juist dat enorme verschil kan maken voor degene die dan nog heel sterk is. Ja. Dat vond ik altijd wel mooi. En het is denk ik tijd voor ons volgende onderdeel. En dat gaan we overgeven aan Nick. Het is de quiz. Oh jee. Ik hoor een muziekje aankomen. Jullie hebben achter jullie belletjes staan. Je mag je wel pakken achter je. Je mag je belletje erbij pakken, Arjan. Goed zo. Maxim ook. Laatste edities hebben we elke keer maar één winnaar gehad. Ik verwacht vandaag een andere winnaar. Dus ik kijk aan Maxim. Hoe goed ben jij met renners herkennen? Van ploeg aan ploeg linken? Ik moet een ploeg linken? Ja, nee, ik zal eens voor zeggen. Zometeen komt er op het scherm een renner te staan met een naam erbij. Als je weet bij welke ploeg die rijdt. Druk je op knopje. Oh jee. Het spelletje heet ook, maar waar rijdt hij? Ik heb er 5. En laten we beginnen met nummer 1. Peter Velits. Jury, ik zie twijfel bij de andere. Jury. Ik twijfel zelf ook een beetje. Volgens mij is het nog altijd BMC. Het is nog altijd BMC. Heel goed. Zijn broer rijdt bij Etex Quickstep. Nou kijk, zo gaat het hier een beetje al. 31-jarige Slovaak reed vorig jaar nog de eerste dag in het rood. Na de ploegentijdrit over het strand. Over het zand. Wereldkampioen ploegtijdrit. Wereldkampioen, 3 keer wereldkampioen ploegtijdrit. Stond ook wel eens op het podium volgens mij. In de Vuelta. Dat jaar dat Geesink zijn jaar? Ja, zijn knie open halen. Ja, derde in 2010. Ja. Klopt. Peter Velits. Nummer 2. Ja. Alberto Losada. Ik ga voor Kangaroo. Nee, die rijdt niet bij Kangaroo. Jury. Katusha. Die rijdt voor Katusha. Heeft u wel, Arjen, je mag ook meedoen, hè? Nee, ik laat jou alles voor. Hij is inmiddels al 34 jaar en rijdt sinds 2011 bij Katusha. Daarvoor mooi. Bij Caisse d'Epargne. Wist je het? Ja, dat zag ik wel, dat hij bij Caisse d'Epargne had. Ja, maar dat was... Ik zag het shirtje. Nummer 3. Luca Mesgec. Ja, Orica Greenwich. Orica Greenwich. Ja hoor. Overgestapt heel van, goed. Overgestapt van Giant Alpecin. Ja. Heeft nog een Vuelta-etappe gewonnen. Hij reed nog Milan Sanremo volgens mij. Ja, ook. Goede keuze. Nummer 4. Omar Fraije. Nee, maar dit is een instinker, jongens. Ik zag Jury als eerst. Maar Maxi mag van mij. Nee, Maxi mag van mij. Oké, Jury. Die rijdt voor Dimension Data. Die rijdt inderdaad voor Dimension Jesus. Data. Get alive. Nou ja, sorry. Ja, vorig jaar, zoals je ziet, Kangaroo. Of Kangaroo heeft fout gehad hoor. Ja, dat vind ik wel eigenlijk van je. Dat heeft hij 4 jaar bij Kangaroo gereden en is nu 25 jaar zijn eerste jaar in de World Tour. Bergtrui gewonnen volgens mij wel. Ja. En in ieder geval de laatste wedstrijd, de laatste rit in Turkije, in Istanbul. Oh, ja. Was dat niet Louis? Maar dat was ik. Ik heb er geen letter aan besteed. Oké, dan gaan we naar de laatste. Want dat is Borut Bozic. Ja, en Maxim slaat zijn belletje. Maxim slaat zijn ik ook. Ja. Confidus. Ik was. Ja. Maxim was eerst. Ja, dat maakt me niks uit. Ja, okay. Ik weet zeker dat Maxim het nee, want vandaag... Ik kwam eigenlijk vandaag achter. Ja, okay. Zal ik even... We hadden over de sprinttrein van Guassi. We hadden over de sprinttrein van Burhani. Dat hij
Ja. Dat was hartstikke goed is geworden. Dat was een hele sterke sprint. Heb je die baard van die soep gezien? Ja. Zo, die heeft een baard. Maar Jeske kun je nog u tegen zeggen. Ja. En zagen dat daar ook Borut Bozic. Ja. Die won zelf ook nog een Vuelta-etappe. Ja. En nog voor Frans Vlijt. Frans Vlijt heeft hij gereden. Ja. Astana ook. Frans Vlijt DCM. Ja, 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 anders krijgen we Daan Luijks misschien. Ja. Nou, dat was hem. Ik ga ervan uit dat Jury heeft gewonnen met 2 goeie. Nee, ik had er ook 2 goed. Had jij ook 2 goed? Ja, maar ik heb voor mijn beurt gespeeld. Dus. Nou ja, dat maakt niet uit. Dan rekenen volgens mij had ik er 3, maar dat geldt. Geen goed, hè? Dit was het. Mag hoor. Doe die voor na de uitzending, zet die los op het kanaal. Ja, even door. Ja. En dan nog even andere actualiteit. Gisteren een opmerkelijk, vond ik toch wel, persbericht van de KNWU. Met een interne wissel, bondscoach technisch directeur. Hm. Ik zie jou. Ja, nou ja, opmerkelijk. Had je het zien aankomen? Nee, niet direct. Ik begrijp het wel heel erg. Ik denk dat ze met Leo van Vliet de invloed van buitenaf hebben geproefd. En dat ze daar allemaal niet heel tevreden over waren. Tegelijkertijd, dat ik het niet verrassend vind, is vooral dat Thorwald nu al eigenlijk best wel dicht op die ploegen zat. Klopt. Je hoeft er maar bij een WK rond te lopen. Of Thorwald was bij Johan en Johan was bij Thorwald. Wat ik wel verrassend vind, is dat ze dan in dat persbericht over een frisse wind rappen. Ja. Nou ja, als er één frisse wind niet fris is, dan is het deze wind wel. Want ze lopen er al. We doen gewoon een interne stoelendans. Ja. Ja. Maar goed, ze zullen er hun redenen voor hebben. En ik denk dat ze de banen allebei kunnen doen. Volgens mij is namelijk bondscoach van Nederland helemaal niet zo'n hele moeilijke baan. Volgens mij kan jij het ook. Ja, maar ja, misschien zie ik het verkeerd. Misschien moet ik nog iets beter mijn rennersbestand weten wie waarheid. Maar hoeveel dagen in het jaar zou die baan nou inhouden, denk jij? Ja, dat zou hoogstens een week of 3 zijn, denk ik. Met de Olympische Spelen misschien 4. Misschien zie ik het helemaal verkeerd, hoor. Maar ik denk dat je wat gesprekken moet doen en dat je wat contacten moet onderhouden. Maar ik ben het met je eens. En renners die kwalificeren zichzelf wel met prestaties of zij het waardig vinden om waardig zijn om in een ploeg te rijden. Nou kan je natuurlijk niet altijd met alleen maar louter kopmannen starten. Voor WK's en dat soort dingen. Dus er kon natuurlijk wel iets aan. Ja, maar tegelijkertijd, ik sprak met Stef Clement laatst over Rio. En Stef zegt, ja, ik besef me heel goed dat ik daar niet in beeld ben. Want ik hoor niet bij de beste klimmers. Dus die jongens zijn allemaal wel realistisch genoeg om te beseffen. Ja. Nou, dat is een wedstrijd voor mij, dat is een wedstrijd voor mij. En Qatar, dat gaat naar de jongens als Wippert en Van Poppel. Ja. Dus Groenewegen, denk ik. Groenewegen, precies. Die rijdt zich aardig in beeld nu. Dus, renners waren er dan niet in gekend, las ik in de wakkerste krant van Nederland. Ze hoeven natuurlijk ook eigenlijk niet te gebeuren. Of zeggen van nou, is eigenlijk best raar dat ze dat niet overleggen met de vaandeldragers, de renners die het doen. Nee. Maar ja, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Nee, ja. Nee. Bij het voetbal gaan ze er ook niet eerst al je Robert bellen wat hij van tevoren ligt. Nee, ik wilde net zeggen. Dat gaan ze inderdaad ook niet doen. Nee. Mag hopen dat de KNWU daar zelf een beleid voor heeft. Ja, Lammens die wordt dus technisch directeur. Wat je net zegt, gaat niet zo heel veel veranderen. Nee, maar laat voorop staan dat Lammens natuurlijk ook gewoon heel erg goed gedaan heeft de afgelopen jaren. Dus, naar het resultaat kijkt. Ja. Want ik denk niet dat iedereen nu opeens gaat verwachten dat bij de mannen een heleboel medailles gaan winnen. Ja. Maar goed, hoeveel invloed heeft eigenlijk een bondscoach op de prestaties? Dat is natuurlijk ook de vraag. Ik bedoel, hij heeft Olympisch goud behaald met Marianne Vos. Ja. Daar weliswaar een team bestaan uit verschillende dames van verschillende merkploegen zijn daar toch één team van weten te smeden. Ik heb sterk het idee dat zijn invloed bij de vrouwen groter is dan bij de mannen. Want die vrouwen gaan altijd in de winter samen op trainingskamp Zuid-Afrika. Ja, dat is gewoon ook een wereld die minder wordt gedomineerd door het grote geld van de commerciële ploegen. Dus dan heb je daar als bond. Nederland toevallig heel goed. Laten we dat niet vergeten. Maar daar heb je als bond ook wat meer invloed in. Daar kun je wat meer tegenaan bemoeien, denk ik. Ja. Dus, maar goed, bij de mannen is het natuurlijk ieder jaar, en de Belgen is dan nog veel erger, en natuurlijk altijd de commotie over de ego's. Laten we wel weten dat komt natuurlijk altijd wel een beetje van pas richting EK's. Mm. Dit jaar Olympische Spelen. Is eigenlijk niet gek dat, goed, het is wel eens waar per 1 januari 2017. Dus Lammens is nog dit WK en Olympische Spelen. Ja, Qatar doen ze al samen. Qatar doen ze al samen. Maar de officiële overdracht stond dan in de bericht. Dus 2017. 1 januari. Dan zal dat nu al bekendmaken. Ja, maar ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Er was toch ook al lang bekend dat Blind na 2016, na dat EK, wat we uiteindelijk niet gehaald hebben met voetbal, dat Blind de scepter zou gaan zwaaien. Dat was ook al ver voor. Kijk, en anders voor die bekend. Anders gaan
wij kranten na een Olympische Spelen en een WK waar dat tegenvalt weer speculeren. Ja. Misschien wil de KNWU dat wel voor zijn. Ja, ja precies. Maar ja, goed. Wat me trouwens wel opvalt, hè? Kevin de Weert is nu ook bondscoach bij België. Thorwald is ook nog niet verschrikkelijk oud. Nee. Maakt het nog uit in het wielrennen of je jong of oud bondscoach bent? Dus ja, er iets dichterop dan wij, denk ik. Ja, ja. Die jonge jongen, tenminste jong, zijn jonge bondscoaches. Die laten zich toch wel adviseren door hier dan Lammerts. Die zal nog wel Thorwald Veenenberg bijstaan. En Kevin de Weert heeft nog wel een beetje de, Rudy de Bie om zich heen. Carlo Bomans. De Bie is van de veldrijders. Ja. Maar Bomans heeft nog wel om zich heen. Ja. Dus die laat zich nog wel informeren, denk ik. Ja. En een beetje overigens bijstaan. Is de veldrit bondscoachschap nog vakant, volgens mij? Niks voor jou? Ja. Nee, ik kan niet zo goed tegen kou. Dus, nee, maar kijk, Johan Lammers was bondscoach, maar ik was in Richmond daar. En Sebastian Langeveld, zijn koerskapitein, die is daar bijna net zo belangrijk in die voorbereiding richting die wedstrijd. Net met Geesink ook en andere grote, of wie was daar, Mollema. Kijk, die jongens, dat zijn geen, die gaan niet voor het eerst een wedstrijd rijden op het WK. Het is niet Tanzania of zo, die samen verzamelen. Kijk, Johan is daar voor de logistiek, voor de groepsmomenten. Het belangrijke wat hij heeft gedaan vorig jaar is Boom en help me even. Terpstra om de tafel krijgen. Is Langeveld ook bij betrokken geweest om gewoon een team te smeden richting Richmond. Kijk, daar is hij belangrijk in. Maar en is hem fenomenaal gelukt? Laat eerlijk zijn, want over de koerstactiek kwam natuurlijk nog wel even gespeculeerd worden hoe dat was. Ze gingen weer door één deur, dat bedoel je. Sorry? Ze gingen weer door één deur daarin. Ja. Ja, ja, zeker. Nou ja, als je de geschiedenis bekijkt, is dat toch wel een. Besluit van formatie misschien hebben we al heel erg overleefd, maar het was. Ja, precies. Wat ik me nog wel een beetje afvraag, kijk, Thorwald is natuurlijk een renner geweest die ook zijn wedstrijdjes wel heeft gewonnen. Ja, geen topper. Het is niet een man met een groot palmares. En bij egootjes werkt dat toch ook vaak zo. Waar luister ik wel naar, waar luister ik niet naar? Kijk, Lammers heeft, als ik me niet vergis, ook de Ronde van Vlaanderen nog gewonnen. Absoluut. Thorwald stond in zijn tijd ook altijd al bekend als een buitenbeentje, als een man die het op zijn eigen manier deed. Dus dat is helemaal niks fout aan. Alleen krijgt hij het overwicht. Dat is wel interessant. Ja. Dus, Maar aan de andere kant, hij is natuurlijk geen onbekende daar. Dus nee, zeker niet. Nee. Hij hoeft zich niet voor te stellen aan iedereen. Nee. Goed. We gaan het volgen en binnenkort hopen we gaan met hem spreken. Ja. Dan de stelling van de week. Ja. Nou, daar is even bij stilstaan. We hadden hem vanochtend wat ongelukkig geformuleerd, dus we hebben hem wat scherper gesteld. Reacties daarop volop. Gun je nog maar even een keer. Ja, via Twitter. Onder andere Leon van Bon. Ons alle wel bekend via de oude huurrenner. Ja. Die reageert op Twitter met steren is al verboden. Dat is bekend. Maar dat zou hij toelaten staan, zegt hij. Alleen het aanhangen aan een auto, dat zou zwaarder gestraft moeten worden. Hij zou dat toelaten staan? Hij zou, steren is verboden. Maar het zou moeten kunnen, zegt hij. Oh. En aanhangen zwaarder straffen. Ja, dus steden. Dus het achter de auto hangen in het kielzog, zeg maar. Dat zou dan eventueel mogen om terug te brengen. Dat zie je ook in veel reacties van, ze moeten op een gegeven moment, als ze gevallen zijn, moeten ze langs die auto's of even achter auto's. En dan moeten ze toch, dat moet toch. Of je dat nou kan verbieden. Ja. Oké, maar dan zegt hij, aanhangen is zwaarder straffen dan eventueel achter. Ja, oké, maar wat is dan steren? Is het dan van auto naar auto wippen of achter je eigen ploegrijderswagen hups en één ruk naar voren? Kijk, daar zou je. Dus het is een heel grijs gebied. Ja. Dus het is zo grijs, maar dan moeten ze bijvoorbeeld een lijn in kunnen trekken van alles wat achter een auto rijdt, dat is niet. Gewoon niet achter een auto aanrijden. Dat hebben ze nu, dat is nu de regel eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk steren is achter de auto aanrijden, volgens mij. Maar bijvoorbeeld DRC de Mol, dat is die ploegleider volgens mij van Raymond van Vlies. Die reageert ook op Twitter en die staat wat versta je onder de definitie van steren. En hij zegt dat een proef in nationale Nederlandse wedstrijden geslaagd is, ook op Twitter. Maar hij reageert ermee dat wedstrijden minder nerveus en minder stress veroorzaakten na valpartijen. Zoals ik ook Dus als je ze gewoon terug mag brengen. Want dat is natuurlijk wel een beetje het punt waar je hiermee zit. Ga je, is het te reguleren? Ik bedoel, commissarissen kunnen niet overal zijn. Maar vooral ook met een lekke band, met een valpartij. Je raakt achterop en je mag niet achter nood terugkomen. Dat betekent gewoon je wedstrijd voorbij is. Ja, maar het is sport. Het is topsport. Ja. Als een schaatser valt, dan wordt hij ook niet weer teruggebracht naast Bob de Jong. Ja, ik vind het een beetje gelukkig. Maar hoe zou het dan met meerdaagse zijn? Dat betekent dus ook dat
dat rennen in de meerdaagse. Ja, maar meerdaagse is nog in die zin anders, dat je dan op een andere dag eventueel nog je klassement weer kunt redden. Noem maar Lenders als voorbeeld. Misschien niet het beste, maar... Ja, dan kan je nog terugknokken, bedoel je. Ja, en terwijl als je bijvoorbeeld bij Milan Sanremo, in het geval van De Maar, ja, die was gewoon klaar geweest. Dan win je Milan Sanremo niet. Ja, of een, ook weer een, zoals bij het vallen en het klassement binnen de 3-4 kilometer vallen, dat je niet meer geen tijdsverschillen meer krijgt. Dat je zoiets doet met steeds, maar tot 10 kilometer... Ja. Mag nou teruggebracht worden. Dat vind ik niet zo'n gek idee. Want ja, kijk, als je net gaat toestaan, wat is dan het verschil dat je gaat steren of dat je gewoon op de achterbank gaat zitten en dat je je fiets op een barrage draagt? Ja, niet. Maar het is natuurlijk ook zo. Dan zou ik de hele wedstrijd gaan steren. Maar die zei De Maar ook van ja, in zijn reactie, ik heb niks misgedaan en anders had ik wel gestraft geweest. En dan heeft hij eigenlijk al bekend dat hij achter een auto heeft gereden, een tijdje. Ja. Want hij zegt, ik heb niks wel. Ja. Want hij is gevallen, dus dan rij je achter een auto. Ja. Maar hij zegt, ik heb niks misdaan. En als ik iets misdaan had, hadden ze me wel gestraft. Dan is het eigenlijk wel soort van... Ja, dat soort reacties kennen we nog wel van wat andere... Ja. Andere misdaden, laten we het zo noemen. Nou ja, dat jij ook al zei inderdaad, dat hij dat samen met Matthews inderdaad gedaan heeft. En dat je daar niemand over hoort. Ja, misschien als hij hem wint, maar... Goed, die was ook niet zo goed als iedereen dacht vooraf. Ja, en het punt blijft natuurlijk, wat ik net al zei, de jury hebben een x-aantal motoren. Nou, er worden al geklaagd over veel te veel motoren. Uh-huh. Ze kunnen natuurlijk niet overal zitten, vooral in zo'n lang gerekt karavaan. Ieder team twee auto's in World Tour wedstrijden. Nou ja, het punt is ook de juiste beelden ontbreken. Ja. Want als de beelden waren geweest waaruit iets kwalijks bleek... Ja. Dan zal de heus wel opgetreden zijn. Ja. En die beelden heb ik ook niet op de sociale media gezien, volgens mij. Nee, er zijn geen beelden van. Dus daarom, je hebt ook niks waaruit bewijs gelezen kan worden. Nee. En ook Luc van der Meer, die zegt op Twitter van... alles wat de jury niet ziet, is toegestaan. Nee, ja. Flikken of geflikt worden, dat is koers. De Maar heeft het goed gespeeld. Ja, maar ja, zo is wat het ook. Wat dat betreft is dus lullen we er vandaag en morgen over. En is volgende week iedereen het vergeten. Ja, precies, want andere renners, ik bedoel, zijn bij Nibali... sprak het peloton breed bijna over zijn afschuw over die actie, omdat het goed in beeld was. En nu, buiten wat Fransen, wat Italianen... Het is ook een gunfactor. Stel als dat Sagan dit had gedaan. Denk je dan dat we het hierover hadden gehad? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Nee. Nog een andere reactie. Ties Wijntjes, die reageert op Twitter, dat hij het ingewikkeld vindt. Steren omdat je door de auto's heen moet, is niet erg. Want dat is toch de weg die je moet als je naar het peloton wil. Maar bewust hoort het gewoon niet. Het is niet als je het doet om het steren. Maar ik denk dat het wel... Ties is een wijs man. Goed. Het is een discussie waar denk ik geen antwoord op is en die we... Nou ja, dit antwoord. Ja, precies. En eigenlijk dan kun je dat altijd weer op terugkomen, want het zal blijvend gebeuren. Ja, tuurlijk. Ja. Goed. Een andere renner waar we zeker nog even over moeten hebben, want waar het eigenlijk best stil over is. Robert Gesink rijdt momenteel in de Ronde van Catalonië. Zijn wedstrijden komen er langzaam aan. Morgen? Morgen is de eerste lid met twee keer La Molina in de finale. Ja. Het is de eerste serieuze test. Ik denk dat hij in de aanval gaat. Dat heeft hij toch een beetje aangekondigd. Ja, het zou mooi zijn. Ja. Ja, en ben benieuwd. Houdt deze Ronde van Catalonië? Nee, maar überhaupt het hele seizoen toch? Ja. Etappes. Ja. In plaats van klassement. Nou ja, laten we het even naar hem luisteren. Want ik sprak hem eerder dit jaar uitgebreid. Het hele interview daarvan is natuurlijk op ons YouTube-kanaal terug te vinden. Laten we eerst even kijken naar een klein stukje daarvan. Hij vertelt over de koers allereerst die hij gaat rijden de komende periode. En ja, dat zal voor mij de periode van Catalonië tot aan Luik zijn. En met Baskeland en andere klassiekers en Zwitserland Tour. Hoe anders is dit seizoen voor jou vanwege zo'n Olympische Spelen? Schopt dat een hoop door de war? Een beetje wel eigenlijk. Ik ga heel graag naar de Spelen, maar ik zou ook heel graag de combinatie Tour Vuelta doen. En Spelen maakt dat moeilijk. Als je dan heel realistisch kijkt, zijn de Spelen eens in de 4 jaar en is de Vuelta ook volgend jaar weer. Dus voor mij heeft de Spelen daar wel enigszins voorrang. Vanuit de Tour zo goed mogelijk in Rio aan de start staan lijkt mij het beste. En dan kijken in de Vuelta of dat voor mezelf of voor Steven wil zijn. Wanneer is jouw seizoen geslaagd? Wat zijn voor jou je eigen doelen die je stelt? Zo, ja, het is ingewikkeld. Ik heb zelf ook al aangegeven, uiteindelijk ik zou heel graag weer gewoon een koers winnen. En liefst zo groot mogelijke koers. En dat is me een aantal keren gelukt en dat is een fantastisch gevoel. En daar doe ik allemaal voor, dat is heel simpel. Gewoon weer koersen willen winnen. Dat is de overkoepelende ambitie voor hem dit seizoen. En dan pikt hij de moeilijkst mogelijke koers uit. Met de Olympische Spelen in Rio. Ja. Ja.
Ja, ik begrijp het hoor, als sportman. Maar als ik hem was, dan zou ik niet heel mijn seizoen daarop inrichten. Ja. Maar überhaupt, we hebben natuurlijk successen behaald met topnotering in grote rondes. Dat hij nu toch heel erg zegt, ja, ik wil gewoon weer een koers willen winnen. Klein mag, liefst groot. Is hij niet veel te voorzichtig geworden in zijn ambities? Nou, ik denk dat hij zijn plek inmiddels kent in het peloton. Kijk, ik heb toevallig met hem voor de Tour nog gesproken. Zei, ja, die renners als Contador, als Quintana, als Nibali, die zijn gewoon net nog een niveau hoger dan ik. Daar ga ik in de allergrootste wedstrijd van het seizoen net onder staan. Dus hij zal wel zijn ambitie bij moeten stellen. Hij gaat, ja, je weet het natuurlijk nooit, maar hij gaat normaal gesproken geen Tour de France winnen. Geen Vuelta meer winnen, geen Giro meer winnen. In de klassiekers mist hij explosiviteit om tegen mannen als Gilbert op te kunnen. Dus hij moet andere wedstrijden uitzoeken. In die zin snap ik... Ja, ook tegen al die renners, sorry dat ik je onderbreek. Jazeker. Zal hij in etappenwedstrijden waar die jongens ook rennen, toch ook om ritten? Dat is wel makkelijker, denk ik. Ja. Ja, makkelijk is het foute woord. Ja. Maar het is net wat Joeri zei. Hij zou, als alles mee zit, kan hij in zijn carrière nog 3-4 keer vijfde worden, zesde worden in een grote ronde. Dat heeft hij al gehad. En dan ga je andere doelen zoeken. Makkelijker of eenvoudiger te realiseren doelen. Kom je bij etappes uit. In grote rondes. Waar de impact minstens zo groot is als een ereplaats in een klassement. Dus ik snap wel dat hij daarvoor kiest. Tegelijkertijd heeft hij mensen heel goed uit de doeken gedaan. Hoe moeilijk dat is om een etappe te winnen. Want dan heb je een Alpen-etappe in de Tour. Die dan begint met een berg. Weet je wel, je kent ze wel, de standaard etappes op vrijdag of zaterdag. Ga je gelijk een berg op. Nou, wil je daar mee zitten, dan moet je dus een uur voor de wedstrijd moet je al op de rollerbank zitten. Ja. En dan moet je je hartslag al naar 185 hebben gebracht. En ja, dan meteen naar de vertrek demareren. Zo heeft Geesink never nooit gekoerd in zijn hele leven niet. Moet je dat dan nu nog helemaal om gaan turnen? Ja, dat is wel heel moeilijk natuurlijk. Nee. Nou, hij zei dat ook in datzelfde interview. Zei van, het wordt voor mij ook heel anders, want ik heb dat ook nooit gedaan. Nee. Maar ja, het is natuurlijk wel... Wat je zegt, een paar keer 5 en 6 worden is hartstikke mooi. Maar over 20 jaar zijn we dat al lang vergeten. Hoe groot de renner Geesink eigenlijk ook is op dit moment in Nederland. Een toeretappe gaan we allemaal onthouden. Ja. Dat weten we bij wijze van over 10 jaar terug. En we weten ook allemaal dat hij dat in principe zou moeten kunnen. Dat kan hij ook. Ja. Die Giro-rit van 2 jaar terug in de Blanco tenue, dat zijn ketting er op een kilometer afspringt. Ja. Hij was zelf 100% zeker dat hij die rit had gewonnen. Ja. Dat zullen we al hier nooit weten. Ja, maar goed, als je Montreal kan winnen, als je Quebec kan winnen, ja, dan kan je ook een toeretappe winnen. Helemaal de manier waarop je Quebec wint, waar hij gewoon Sagan uit het wiel sprint. Ja. Heeft nu wel ook aangegeven, al komt hij daar, is hij ook alweer een beetje op teruggekomen dan dat hij in die Tour voor rit wil gaan en Kelderman wat meer richting het klassement willen gaan. Alleen toen hij dat zei, werd dan weer gelijk gezegd, ja, we moeten nog eventjes kijken wie in welke rolverdeling we gaan. Hangt natuurlijk ook een beetje af van wat de ploeg eigenlijk wil. Ja, maar het is ook heel gek. Want hij heeft één keer een Tour in zo'n soort rol gereden. Ik meen de 2013. De Bouw en Lauw Tour. Ja, 2013 was het. Ja, toen verloor hij volgens mij in etappe 2 of 3 verloor hij tijd. Ja, dan moet hij toch weer aan heel de wereld uitleggen waarom dat hij tijd verloor. Want ja, dat hoort niet bij Geesink. Dus het is voor de buitenwereld anders, voor Geesink anders. Maar in de Tour verder was het Bouw en Lauw inderdaad die voorop reden in de wedstrijd. En Geesink die niet dicht bij die rit zit. Dat was 1 keer in de aanval geweest volgens mij. Ja, maar dat was dan op, volgens mij een aanval op 40 kilometer van het einde op de voorlaatste berg. En op de top werd hij weer ingerekend. Terwijl ik wel denk, als hij zo'n aanval als hij op Pierre Saint-Martin deed. Ja. Als hij een paar dagen later doet, op een soortgelijke berg. Want dat was de eerste bergrit dat er verschillen gemaakt moesten worden. Doet hij 2 of 3 dagen later, dan wil ik het wel zien. Ja. Dan raadt ze misschien wel rijden, omdat hij dan al op achter staat. Maar laat het hem alsjeblieft gewoon een heel seizoen proberen. Ja, en zeker. Dat zou toch ergens iets op moeten leveren. Nou, je merkt ook wel, als je met hem spreekt, natuurlijk een heel moeilijke periode ook achter de rug. Ja. Hij lijkt daardoor wel... Een soort van verlost van misschien wat druk, wat het moeten. Ja, misschien geleerd dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan wielrennen. Ja. Terwijl hij voorheen altijd, hij zei altijd wel van niet dat hij bijvoorbeeld gestrest was. Maar goed, dat zijn wielrenners altijd in zo'n situatie. Maar ik denk wel dat hij nu weet dat er veel meer dingen op het leven, even in het leven zijn waar je veel drukker om moet maken. Maar tegelijkertijd is dat ook gevaarlijk, hè? Want, zeker. Want relativeren, dat is ook dodelijk voor een topsport. Absoluut. Vaak. En dan toch maar hameren op die Olympische Spelen. Wat een loodzwaar parcours is. Ja. Wel voor zijn... voor dat type renner gemaakt.
Maar het hoop ik knap lastig als je denkt wie daar nog meer als betere klimmers. Ik denk niet dat hij daar 1, 2, 3 de favoriet gaat zijn. Nee, maar, misschien maar, niet eens in de Nederlandse ploeg. Met Poels en Mollema die dat ook willen gaan doen. Kruiswijk. Ja, Mollema ook? Ja, wil Mollema dat niet? Het was niet terecht. Nou, Poels, daar weet ik niet Poels wil het in ieder geval wel heel graag. Ja. Ja. Maar goed, ja, waarom niet? Als hij erbij komt. Ik zeg niet dat hij de topfavoriet is. Maar met een Peking ook als tiende. Was ook niet misschien helemaal zijn parcours. Ja. En zo'n, wat we hadden het net over Quebec. Ja, dat is waar. Dat slopende, waar het maar blijft. Opgaan. Stel dat het bij elkaar blijft en hij zit er nog bij. Heeft hij wel natuurlijk na zo'n lange wedstrijd. Op zich nog wel een sprint in de Ik begreep van Poels dat er belachelijk veel hoogtemeters in dat parcours. Ja, ik heb met Koen Bouwman ook gesproken. Die heeft die testwedstrijd gereden vorig jaar. Die zei, ja, die gaan never nooit heel veel renners uitrijden. Bleek ook wel uit die uitslag. Dat was echt enorme verschillen zaten erin. Maar goed, ja, ik neem aan dat Geesink wel gewoon de Tour doet, toch? Ja, dus ja, het is niet dat hij zijn hele seizoen verandert. Alleen voor nee, Rio. Nee. Dus ja, dan kan het. Dit jaar wel ook een iets ander seizoen te bouwen. Vandaag was pas de 8e rit. Ja. Van het jaar. Algarve gedaan, denk ik. Ja, Algarve en Strade Bianca. Waar ik hem niet slecht vond, trouwens. Nee, 22e. Ja, opvallend goed eigenlijk in zo'n wedstrijd. Zeker. En nu is Catalonië. Ja. Hartstikke fris nog. Ja. Ik ben benieuwd naar morgen en overmorgen waar hij staat. Ja. Dan weten we dat pas echt. Dan weten we het zeker. Nou, daar gaan we met armen over uitkijken. Dat doen we ook naar de morgen, vrijdag, zondag. Dan hebben we Dwars voor Vlaanderen E3. En Gent-Wevelgem. Als alles doorgaat natuurlijk. Als alles doorgaat. Nou ja, laten we daar Max Halve maar vanuit gaan. Dwars voor Vlaanderen. Nou, we hebben het er uitgebreid over gehad eerder deze uitzending. Kijkersvraag, Thijs. Nou, jij weet hem zeker. Nou ja, jij ook. De beste Nederlander in Dwars voor Vlaanderen vorig jaar. Ik denk Dylan van Baarle. Dylan van Baarle, ja. Derde of zo? Derde. Valais won, Kwiatkowski vierde en Edward Teuns was het. Wat wedstrijd was het vorig jaar? Dat weet hij, denk ik. Hele mooie wedstrijd. Ja. Ja, we hebben nog zelfs een foto van hem. Morgen weer. Apart, ook mooi deelnemersveld. Prachtige foto trouwens. Ja. Met opvallende naam aan de start. Betancourt? Ja. Nou, van Verde niet. Nee, die heeft Betancourt, dat lijkt me wel een beetje een strafkamp. Hoor. Ja. Van Verde heeft al afgezegd. Alle Vlaamse klassieken. Okay. En Amstel ook trouwens. En Amstel, want hij gaat Castilla y León rijden. En een hoogste stage doen in... Ja. In Spanje, ik weet niet waar. Tenerife. Okay. Maar met name toen die aankondigde dat Van Verde de Ronde van Vlaanderen... wilde gaan rijden of ging rijden. Toen werd al gelijk gezegd, nou, dat is wel eentje die... Ja, maar dat zou je ook wel kunnen. Precies. Dat ben ik 100% zeker, eigenlijk. Jammer dan dat hij... Maar reed hij vorig jaar ook al niet... Hij reed vorig jaar in E3. Maar dat reed hij ook gewoon... Reed hij gewoon goed? Koeste hij mee, laat ik zo zeggen. Morgen ook Sam Omen aan de start? Niet. Ja. Een Giant start niet. Oh, Giant start niet meer. Ja, dat mag gelijk, ja. Hij zou aan de start staan. Maar inderdaad, hij zal een van de twee renners zijn die... Die aan de start die wel wilde. Ja. 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 En maar als Sico Wijd en zo wil. Ja. Nou, dan heb je ze. Ja. En bij Lotto Jumbo, geen Van Marken. Wonderbaarlijk. Die wacht nog tot E3 inderdaad. Ja. Ja. Maar hij heeft openingsweekend niet gereden? Openingsweekend niet. Hij heeft San Remo wel gereden. Oh, ja. En dan nu niet. Wat ik me dan afvraag, hè? Zou hij misschien bang zijn om te vallen? Zo'n wedstrijd? Ja. Zou het hem ik denk dat donderdag hij deze wedstrijd zou heel hij gaat donderdag praten. Hij gaat donderdag praten, ja. Maar ik vind het wel wonderlijk, hoor, want ik zie Van Avermaat, die rijdt ze alle drie volgens mij deze week. Nicky ook. Die rijden sowieso alles. Ja, die rijden alles, ja. En altijd goed, van Terpstra kun je ook bijna verwachten, bijna zekerheid dat hij op niveau aan die klassiekers staat. Ja, het is een nieuw, ik vroeg het nog begin dit jaar. Nee, nieuwe tactiek, geen openingsweekend. Alles sparen, eigenlijk op dat ene weekend, of die ene week. En tegelijkertijd je kansen volledig beperken. Beperken, ja. Ja, oké, okay, maar goed, als je natuurlijk een van de twee wint, dan hebben wij het allemaal verkeerd. Ja. dat is het gelijk wat die kan halen. Wel Groenewegen en Hofland in één team. Ja. Ook twee weken later in de Volta Limburg Classic. Dat betekent dus dat ook zij niet in de Ronde van Vlaanderen zullen starten. Nee, maar dat is ook... Hofland heeft er sowieso nog niet zo heel veel te zoeken. Nee, Hofland zal die grote klassiekers allemaal niet doen, volgens mij. En Groenewegen natuurlijk helemaal niet. Dat is pas zijn eerste jaar op World Tour niveau. Maar die had... ik heb nog heel kort contact gehad met hem van de week. Hij zei, ja, ik heb wel weer heel veel zin in woensdag. En ik hoop nu toch eindelijk een keer eens dat het kwartje wel valt. Ja, ik ben wel benieuwd wat ik ook, want het is natuurlijk een hele andere koers dan de voorbije koers waar hij wel podium reed. Je moet hem niet meenemen over de Nokere. Zeker niet. En hij heeft in Lus en Mijn laten zien dat hij... En natuurlijk de Ronde van Vlaanderen bij belofte won. Dat hij dit soort koers ook wel aan kan. Ik ben heel nieuwsgierig ook naar die koers. Ja, andere renner die... Voor je precies hetzelfde geld waar we het eerder deze uitzending ook wel over hebben gehad. Caviria staat morgen ook aan de start. Ja.
bij Quickstep. Dus dat als Wesse doorgaat, gaat het zonder te... Ik denk met enige zekerheid wel een mooie wedstrijd worden, net als vorig jaar. Quickstep rijdt hij met een, of Ethics, rijdt hij met een geweldig blok. Ja. Ja. Volgens mij Martin en Nicky rijden daar ook. Ja. Ja. Lotto Soudal rijdt met een heel sterk. Alleen Bonen niet, die is dat niet. Lotto Soudal rijdt met een heel sterk. Ethics Quickstep rijdt morgen met een ploeg waarvan je zegt van, nou, die kunnen 9 man winnen, of 8 man. Ja. En die rijden vrijdag met 5 anderen en die kunnen ook allemaal winnen. Ja. Het is echt want zo. Stibart doet niet eens mee morgen. Nee. Maar een renner als Wisniewski, die rijdt volgens mij geen E3. Nee, maar die rijdt maar die wel kan heel sterk. Die zou zomaar morgen kunnen verrassen. Ja. Nou, vrijdag E3. De kleine Ronde van Vlaanderen ook wel genoemd. Waarbij het deelnemersveld weer net een stapje scherper is. Sagan daar ook. De grote Sagan is daar ook. Ja. Morgen rijdt zijn broertje, zag ik. Dus, ja. Overigens, de winnaar van vorig jaar, Thomas, niet aan de start. Die richt zich dit jaar lijkt helemaal op... op de kleinere rondes. Rijdt wel Vlaanderen volgens mij? Wel Vlaanderen. Oh, ja. Maar ja, dan nog, Sky heeft Thomas en Rowe aan de start. Ik heb gisteren of zondag de voorbeschouwing geschreven voor deze. Thomas voor Dwars door Vlaanderen bedoel je? Nee, Sky heeft... Stannard. Stannard en Rowe. Nee, je zei Thomas en Rowe. Vandaar dat Stannard en Rowe hebben ze aan de start. Maar dat zijn gewoon 2 gasten. E3 prijzen. Morgen rijden ze niet, denk ik. Of nee, voor E3 inderdaad. Ja. Maar die hebben gewoon, dat zijn ook gewoon renners die gewoon kunnen winnen. Ja. Rowe reed in de omloop al heel goed. Stannard reed toen nog niet. Nee. Maar, ja, maar goed, dat zijn voor mij niet echt de namen die... Het zijn zeker outsiders, maar het zijn niet de namen waar die de koers gaan maken. Nee, maar er staan nog grotere namen aan de start. Ja, maar wel altijd een mooie afspiegeling voor 9 dagen later. Voor de echte Ronde van Vlaanderen. Renners die het hier goed doen. Ja. Ah, ja. Hoe vaak heeft Cancellara inderdaad niet E3 gewonnen? Nou, 4 of 5 keer? Bonen. Bonen 5 keer. Zoek eens op, Nick. Ja. Hoeveel Cancellara E3 gewonnen heeft? Cancellara heeft 3 keer... Cancellara 3, Bonen 5. Ja. En zondag, Gent-Wevergem, de editie van afgelopen jaar... Was niks aan. Die overtreffen, dan... Wat zou er eigenlijk moeten gebeuren? Willen we die wedstrijd qua koersflow moeten overtreffen? Ik denk dat... Ze zouden eigenlijk natuurlijk die Camelberg om moeten draaien. Maar dat gaan ze al doen natuurlijk. Ja. Dus, dat was... Gent-Wevergem vind ik altijd zo'n koers, dat is een net nietje. Maar vorig jaar was het bij far de mooiste koers van de laatste jaren. Voor velen het mooiste wielermoment van het jaar. Ja. Ja. En terecht. Weliswaar, als je nu kijkt, een licht besmette foto met Paulini die nog altijd langs de kant stond. Ja. Waarvan een uitspraak eigenlijk de afgelopen dagen zou kunnen zijn geweest, maar niet is nee, er was zou op 4 maart moest hij voorkomen voor het UCI-tribunaal in Genève. Hebben we niks meer van vernomen. Maar hij hoopt toch op mildheid. En misschien zelfs wel dat hij direct weer kan koersen. Ja, want dat had hij dan gezegd. Als ze hem zouden vrijspreken, dan zou hij in Gent-Wevergem... Dan zou hij in Gent-Wevergem zijn comeback kunnen maken. Dus hij traint nog? Hij traint nog. Hij stuurde tijdens het Omlopend Nieuwsblad een fotootje de wereld in op Twitter. Dat hij dat hij gekeken had naar Omlopend Nieuwsblad. Daardoor weer op de rollers was gaan zitten. Mooi. En dat hij... Op een rode canyonfiets. Ja, op een rode canyonfiets deed hij dat. Dat hij mogelijk in maart nog terug kon komen. Stay tuned. We zien het allemaal wel. Ja. Wel in een klein lichte parcourswijziging. Want ze gaan nu de steile kant van de Camelberg op. Ja. Voor deze 40 jaar. Ja. De steile kant die eigenlijk voornamelijk bekend staat als... De valkant. Precies, de valkant 2007 met naam Jimmy Casper. Die daar zijn hele gezicht aan diggelen viel. Die beelden. Of Velo geloof ik ook. Of Tossato. Ja, verschillende die daar ongenadig hard op hun plaat gingen. Ja. Maar die wordt weer opgereden. Ja, het is wel mooi. Dat is de West Camelberg heet het dan. Volgens Encyclopedie Cota Col is het de steilste beklimming in heel Vlaanderen. 23%. Ze rijden de eerste keer wel gewoon via de traditionele weg omhoog. En vervolgens op 35 kilometer van de strepen draaien ze het om en dan gaan ze via de andere kant omhoog. En het gaat regenen, hè, met Pasen. Het wordt echt rot weer. We hebben het toevallig vanmiddag nog even gezien. Het weerzever kregen op welge... Ook wind weer? Of? Ja, windkracht 5, noordwesten. Ja, volgens mij vrijdag met E3 gaat dan windkracht 4 uit zuidwesten. En volgens mij wordt het alleen maar meer. Want ik heb vanmiddag toevallig nog gekeken. Windkracht 5 uit noordwesten. Ja. Weerzever kregen 3. Dus het gaat wel waaiers. Weer spoken inderdaad. De wind staat precies goed inderdaad in de finale voor waaiers. Ja. Nu is er niks veranderlijk, niet zo veranderlijk als het weer natuurlijk. Maar, jammer dat we die dag daarna geen krant hebben. Nee, dat is inderdaad lastig. Maar goed, het leuke is wel dat die Camelberg, de omgedraaide versie, erin is gebracht om
de klassieke renners meer kans te geven ten opzichte van de sprinters. De laatste keer dat hij erin zag was een 76, toen wel voor Randy Maters. Dus van het is natuurlijk meer als een sprinter, maar die stond ook wel, was wel gewoon een goede sprinter. Dus. Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed dat in dat opzicht voor het wedstrijdverloop de weergoden goedgezind gaan zijn. Arjan, even als afsluit, wat staat er morgen in de krant? Hebben jullie het over wielrennen en het ongeluk? Ja, er staat morgen een verhaal van Thijs in de krant over het hele besluit dat Tour de Vlaanderen niet wel, toch wel doorgaat. Maar ik sluit niet uit dat het morgenochtend alweer achterhaald is. Want er hoeft nu maar één klein dingetje te gebeuren. En de lokale autoriteiten die durven het echt niet aan en die blazen het alsnog af. Dus we zullen het zien morgen. Ja, er is nog niks van Breaking News binnengekomen? Nee, de organisatie zegt dat zij niet zwichten voor terreur. Nee. Dus ze gaan gewoon maar goed. Als aflassen was wel een optie. Maar ze hebben gewoon gekozen om... De burgemeester heeft ook gezegd... het was afgelasten was een optie. We hebben erover nagedacht omdat het dreigingsniveau 4 is. Maar we hebben een redelijke oplossing gevonden om het veiligheidsrisico te beperken. En om niet toe te geven aan de dreiging. Volgens mij heeft de minister van Binnenlandse Zaken het laatste woord. Maar die is inderdaad met de gouverneur van West-Vlaanderen inderdaad eerst akkoord gegaan. Maar goed. Wat goed dat ze toch in België allemaal koersgek zijn. Ik denk dat er heel wat moet gebeuren wil het aflassen. Ik hoop maar dat het wat goed is. Maar, En anders rijdt voorop naar België natuurlijk. Nee, maar weet je, we doen heel stoer, niet zwichten voor terreur. Ja. Maar stel nou dat er wel wat gebeurt. Hè? Ja, nee, zeker. Oh. Geef jezelf nooit. Nee. Nick, als afsluiting nog even een keer de eindstand. De eindstand van de poll. De UCI moet harder optreden tegen Stegen achter de volgwagen. Enigszins verdeeld. Het merendeel is het eens. Van de 425 stemmen zijn er 225 mensen het ermee eens. Toch redelijk verdeeld tegenover deze stelling. Het zit een mooi verhaal in. Dan moeten we eens achterdragen wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Dat houden jullie van ons te goed. Dit was het voor deze week. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Deze week verschijnt er het hele interview met Robert Geesing. Nick en Juri, bedankt voor jullie komst. Arjan, jij ook, leuk dat je er was. En we zien jullie graag volgende week weer terug bij een nieuwe Wielerflits Live. Mazzel!